De klimaatverandering zoals we die nu meemaken is begonnen tijdens de industriële revolutie. Mm-hmm. Omdat we daarvoor gedurende duizenden jaren met ongeveer 1 miljard mensen waren. Toen verdubbelden we in één keer naar 2 miljard. En mensen kregen banen, kregen geld, fabrieken, auto's en alles. En daarna begon het te veranderen. Dus in de jaren 20 hadden we al de krantenkoppen over inderdaad opwarming, warming op aarde. Mm-hmm. En toen werden er al heel slimme oplossingen voor bedacht. Dat moeten we nu ook gaan doen. Slimme oplossingen, aanpassen, meebewegen. Maar sommige mensen hebben er gewoon een religieuze secte van gemaakt. En ik noem het wokisme en het klimatisme een witte doodscultus. Dat is gewoon de doodscultus van blanke mensen in Europa en Amerika. Allochtonen doen daar niet aan mee, behalve de paar wokisten die er geld aan kunnen verdienen. Mm. Maar je ziet bijvoorbeeld bij Greenpeace nooit zwarte mensen. Greta Thunberg is nooit naar China of India geweest, terwijl die het meest uitstoten.